What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kalfijn. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van... Gekke werk. Doe eens gek, je bent al normaal genoeg. Dat is mijn motto. En daarom doe ik in deze serie de meest idiote dingen die nog nooit iemand heeft gedaan. Waarom? Omdat het fucking grappig is. En als het me niet lukt om de opdracht binnen 24 uur te fixen, kap ik met deze serie. Welkom bij Gekke Werk. What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin. Ook wel bekend als Kalfijn. En Kalfijn. Ook wel bekend als Kalfijn. Leuk dat jullie kijken, jongens, naar een nieuwe aflevering van Gekke Werk. De meest idiote show ever op het internet. Op dit moment in Nederland. Van het heden, in deze eeuw. Misschien. Ja, we gaan vandaag weer iets compleet idioots doen. Mocht je niet bekend zijn met het format Gekke Werk, dan ga ik het je even uitleggen. Ik krijg vandaag een opdracht door middel van een fanaccount. En die opdracht moet ik binnen nu en 24 uur uitvoeren. Mocht het niet lukken, dan is dit seizoen van Gekke Werk voorbij. Ja, zo werkt het, jongens. Het blijft spannend. Dus abonneer vast even op mijn kanaal. Like deze video, want het wordt sowieso weer fucking epic. En dan gaan we beginnen. Mocht je de andere Gekke Werk afleveringen nou nog niet gezien hebben, check het even. Oké, ik stuur I Love Kalfijn een DM en vraag: hey, stuur mij eens een getal tussen de 1 en de 100. I Love Kalfijn zegt nummertje 64. Dat is het voordeel aan fanaccounts, die reageren gewoon snel. Oké, 64. Dan kijk ik heel even in de Gekke Werk lijst en dan zie ik dat op nummer 64 de opdracht staat. Die luidt: fiets door alle provincies van Nederland binnen 24 uur. Nee! Nee, dit kan... Kan dit überhaupt? Dit is toch helemaal kut. Hier staat dat het mogelijk is als je begint vanuit een uiterst puntje in ons land. Dus ik ga me gewoon naar Groningen toe. Dit wordt gewoon een fysieke proef. Gewoon next level fysieke proef. Goed, dit is het plan. Ik trek een uber sexy wielrennenpakje aan en begin mijn avontuur in mijn hometown, Groningen. Ik begin met fietsen alsof mijn leven ervan afhangt. In Drenthe chill ik hem even hard onder een hunebed en ga snel door naar Friesland. Daarna door naar Overijssel, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht. Stop! Wanneer ga je slapen dan, Kalfijn? Nou ja, daar is dus zeg maar niet echt tijd voor. Kutzooi. Maar goed, waar was ik gebleven? Van Utrecht door naar Limburg. Met de fly nog achter me kiezen ga ik door naar Brabant, hier carnaval vieren en dan door naar Zuid-Holland. En als laatste, Zeeland. Klinkt als het slechtste plan ooit. What's good, Kelvin? Goedemorgen. Ik ben afgereisd naar het mooie Groningen. Vanaf hier is het mogelijk om binnen 24 uur alle provincies aan te tikken. Ik wil nog even wat advies inwinnen van wat mensen die dit vaker doen. Ik heb namelijk geen idee waar ik mee bezig ben. Dag meneer. Hoi. Hoi. Patrick, hoi. Mag ik, fiets jij? Ja. Oké, mag ik even bij je komen? Kom zitten. Ik ga alle provincies fietsen binnen 24 uur. Denk je dat het kan? Hoeveel kilometer is het? 433. In 24 uur? In 24 uur. Ik denk dat het in de zomer hartstikke goed kan. Ja. Het is winterdag, herfstdag eigenlijk. Het regent, het waait, het is kut. Ja, joh, ik wil even dat je naar mijn uitrusting kijkt. Ja. Ben ik een beetje compleet, denk je? Het enige wat nog mist zijn handschoenen en overschoenen. Handschoenen heb ik, die ben ik alleen even kwijt. Nog advies voor mij? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is, elke half uur eten. Ik weer een bidon per uur leeg drinken. Warm blijven en doorzetten. Heb je vertrouwen in mij? Als jij er vertrouwen in hebt, dan Patrick, ik heb er 100% vertrouwen in. Succes man. Dankjewel. Hebben jullie er ook vertrouwen in? Wij hebben er wel vertrouwen in. Ja? Wanneer wil je klaar zijn? Het moet binnen nu en 24 uur. Dat is echt gek. We zijn er klaar voor, jongens. Mocht je afvragen, hé, hoe gaan we het nou allemaal vastleggen dan? Nou ja, dit is Michael, de cameraman, en Celine. Die gaan het de hele tijd bij me blijven. Oké, let's go. Hey, de groeten! Yo, yo! Het is echt kut weer, jongen. Dag mevrouw. Of meneer, ik weet het niet, ik kon het niet zien. Goed, ik ben inmiddels 20 minuten onderweg ongeveer. Nu ga ik onderweg naar Drenthe en naar Friesland. Dat is bijna op één punt. En daar kan ik ze meteen aantikken. We hebben meteen drie provincies gehad. Dus dat zal lekker zijn. Zijn we met Pijzermade. Ja, hartstikke mooi. Dag Pijzermade.
Tot de volgende keer, hè. Mooi, hè. Nu begin je de wind te voelen. Nu komen we officieel gewoon op het platteland. Ik ben ook nog niet eens een uur onderweg. Moet je nagaan. En mag hier niet fietsen. Of is daar een fietspadje? Ik denk dat dat een fietspadje is. Of niet? Het is niet anders. Mag niet helemaal, maar komen wij uit, joh. Nou, lijkt me niet de bedoeling. Oké, hier kunnen we niet langs. Dus ik denk dat ik daar langs ga. Ja, dat moet kunnen. Heb jij me gevangen, daar heb ik me over. Vang me helemaal. Ik vind het best wel leuk eigenlijk. Ook dat, ik vind het helemaal niet erg dat het regent. Ik vind het wel lekker. Dit is helemaal kut natuurlijk weer. Godsamme. Helemaal kloten. Hopelijk komt straks weer een beetje een normaal weggetje. Volgens mij is het een normale weg. Als het goed is ben ik zo in Drenthe. Ja, hier. Ja hoor! Oké, dames en heren. De eerste provincie zit erop. Provincie nummer 2. Als het goed is, zijn we echt over een paar minuten zijn we ook al in Friesland. Oké, dames en heren. Dat was Drenthe, was kort maar krachtig. Maar dat betekent volgens mij dat we zo in Friesland zijn. Volgens mij is dit Friesland, bitches. Woe! Ik heb geen officieel Friesland bordje gezien, maar wel iets met Friesia food, wheel of chicken, weet ik veel. Het weer is echt een factor hoor, wel in deze. Ik heb het niet koud, maar het is zo irritant de hele tijd. De wind. Ga door, jongens. Ik denk dat het goed is als we zo even pauze nemen. Ik wil nu heel even bijtanken. Lekker man dit. Eerste stuk zit erop. Ik voel me echt top. Maar jij dat is mijn goaltje volgens mij. Ja, ik voel mezelf echt een beetje een loser. Oh, lekker warm hier man. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ik voel me top. Een beetje voel ik het in mijn benen. Maar verder voel ik me best wel lekker. Ik ben ook best wel enthousiast gewoon. Ik ben best wel blij. Ik heb het niet verwacht. Nee, ik ook niet. Ja hoor, we zijn er. Ik heb er 78 fietsende kilometers op zitten. Dan hebben we nog, nou hoeveel is het? 360 kilometer te gaan. 370. Waar zijn we nu dan? Ja, we zijn nu in Drenthe. Nee. Ja, niet? Je bent in Overijssel. Oh, we zijn er al. Hey! Is dit? We hebben Overijssel gehaald. Zitten we al op nummer 4. Nummer 4. Nou, keer 3 en dan zijn we er. Oké, ik ga weer op mijn fiets en dan gaan we weer rechtdoor. Doe nou even. Dit is zo'n irritantie. Ja, nu zit hij. Ja, oké. En weer door. Ik moet fucking nodig pissen, man. Ik moet ook kakken eigenlijk. Jezus, die wind. Zo, deze pik is klein. Zo, dit is lekker. Alles doen we erin. En door, dames en heren. Tot zo! Heel even. Ik ben op een fucking kwart. Het is echt zwaar, man. Het is echt fucking zwaar. Het begint ook donker te worden. Ik voel me een verzopen kat. We gaan ervoor. Gekke werk seizoen 2. Fuck yeah, bitches. Gekke werk, let's do this. Het is gestopt met regenen. Fiets door de polder. Het wordt gewoon straks pikken donker. Ik ga niet pitten, hè. Dat is het hele idee. Als je gaat pitten, dan lukt het niet. Wat de fuck zijn we aan het doen, jongens? Ik hoor je niet meer zingen. Ja, dit is wel echt. Ik probeer jullie altijd entertained te houden en aan het lachen te krijgen, maar op dit moment, ik ben echt even helemaal naar de tyfus. Ik moet heel even relaxen, even warm worden eigenlijk.
Ah, chill. Ah, mijn benen, jongen. Ik ben nu op 140, ja. We hebben net 140 kilometer gehad. Flevoland. Ik kon niet eens op mijn woorden. Dit is helemaal gaar. Ik moet echt even zitten en in de warmte. Dag meneer. Goed? Ja, met jou? Nou, ik weet niet, man. Zodra het donker wordt, is het gewoon allemaal anders. Dan is het gewoon allemaal kut. Dus het is ook gewoon nu niet eens echt meer leuk. Ik heb echt geen zin om straks weer te gaan. Ik ga hier wel even van genieten. Dank u wel. Oh, hij is wel weg. Ik zit helemaal vol met eten. Ik ben opgewarmd. Ik voel me iets beter. Het laatste waar ik nu zin in heb is om weer naar buiten te gaan. Oké, we gaan. Let's go. Woehoe, oké. Nou, dan gaan we fietsen. Woe, let's do this. Ik heb gewoon het idee dat ik in het zwarte leegte fiets. Kom op, kalfijntje. Ja hoor! Noord-Holland, what's good man! Nog 6 provincies te gaan. Ah! Godsamme! Ah, dan kunnen we niet gewoon wegen asfalteren in Nederland. Niet nadenken. Hou je bek, Maskees. Ah, mijn fucking anus! What the fuck is dit, hé? Nee. Hoi! Dit is helemaal kut. Ah! Ja, lijkt het wel op. Het is nu 10:15. Ik zou ongeveer om 10:00 in Rhenen moeten zijn. Maar daar ben ik dus nog 3 kilometer van verwijderd. Dus dat is ook kut. Ik loop ook al achter op schema. Het pluspuntje is dat mijn telefoon nog wel vol is qua batterij. Sommige stukken moet ik alleen maar rechtdoor. Dus stuk hem gewoon even op vliegtuigmodus. Dan doe ik het scherm even uit. Gewoon op 45% of zo. Zo, en deze. Jezus, niet te doen deze banden, jongen. How to use CO2 tire inflator. Shit man, ik snap er helemaal niks van. Fuck! Ja, chill. Ja. Ja, dit ziet er wel redelijk uit. Zo, daar zit er weer in. Go! Ja! Fuck jullie allemaal, motherfuckers! Gaan we weer, jongens! Zo, die voel je wel direct weer, man. Alles is gewoon dicht. Fuck! Ik wil ook even eten. Ja, tuurlijk, ik ook. Ik geloof dat het wel nooit geklapt was. Ik heb wel zo'n heel ding voor je, man. Ja, laat hem maar doen. Nou. Proost. Gadverdamme, jongen. Als het goed is ben ik zo in Gelderland. Dat schiet al lekker op. Ik ga ook gewoon weer fietsen. Ik moet wel in beweging blijven. Ik weet niet of je het goed kan zien. Waarschijnlijk niet. Als het goed is dit een beetje de grens naar de volgende provincie. Kijk, is dit het? Staat het hier? Ja! Ja hoor! Het is gelukt. Gelderland, what up! Woo! Fucking Limburg. Echt kapot. Ik val een soort van half in slaap, echt op die lange stukken. Zonder verlichting, zonder straatlantaarn. Ik heb gewoon 40 kilometer gefietst nu weer, sinds de laatste stop. Sorry dat we het niet allemaal laten zien, maar het is gewoon... Geen flikker aan. Poten doen pijn. Liezen. Billen. Oké. Limburg. We gaan ervoor. Er is ook helemaal niemand gewoon. Als het goed is, ligt de Maas op de grens tussen Limburg en Brabant. Dus ben ik volgens mij nu een klein beetje in Brabant. Hier is het gewoon, joh. Goed nieuws is, dus wij in Brabant. Slechte nieuws,
Ik moet schijten. Ja, ik ga hier even kakken. Waarom ben je hier blijven, ja? Nu gaan we echt ver. Als ik in de bosjes ga schijten, dan gaat het echt ver. Ja, ik moet alles uitdoen. Ik heb het zo nodig, jongen. Ja, dit is echt, jongen. En de naaste ding die ik echt gedaan heb. Ja, gaan we even door Brabant ziet. En dan ga ik denk even pitten of zo. Moet beginnen eten. Ik zak gewoon de hele tijd weg. Ik zag al die fucking lange donkere stukken, jongen. Ja, fuck it. We gaan gewoon hier putten. Dit is het ongeveer 300 kilometer punt. Jezus, dat is nog niet normaal. Ik ga gewoon een wekker zetten over een half uur. Ik heb sowieso nog genoeg batterij, dus dat is goed. Ja, het is weg. Zo. Nog 116 kilometer. Ongeveer. Ja, we gaan maar gewoon weer. Als we nu niet doorpakken, dan redden we het. Anders redden we het gewoon niet. Ah, nu zijn we wakker. Ik heb mijn tanden ook gepoest. Dan is het tijd om de reis voor te zetten. Let's fucking go. Ik denk dat de afgelopen 2,5 uur, 3 uur, het zwaarste waren tot nu toe. Ik heb alleen maar in het donker moeten fietsen. Niks gezien. Ja, fuck. Ik ga even pauzeren hier. Ik heb dit echt zwaar onderschat. Niet te doen, jongen. Dit. Ja, ik kan niet eens normaal trap lopen, jongen. Wel een mooi plekje uitgekozen, Mike. Als het goed is, ben ik zo in Zuid-Holland. Dat is de ene laatste provincie. Dan moet ik nog een aardig stukje. Tot ik in Zeeland ben. En dan is het gelukt. Ik moet gewoon door blijven fietsen tot dan. Want als ik nu nog faal, dan vind ik het echt verschrikkelijk. Dan was het gewoon alles wat voor niks. Jullie zien het vast wel. We zijn begonnen met regenen. Zo, waar van uitgaan. Kut. Gaat ie? Kaak. Die wind, jongen. Oh, je hebt niet normaal. Vol. Met mijn hars is op het asfalt, jongen. Wij zitten in het bloed. Zit in. Ja, op je kin. Is het erg dit van mij? Een schaafhondje. Ja, we moeten door, toch? Ja. Fuck it, man, let's go. Dit is fucking het heftige wat ik ooit heb gedaan, jongen. Het begint gewoon steeds harder te regenen, jongen. Jezus Christus. Bijna in Zuid-Holland. Ik ben kapot. Ik denk het zwaarste wat ik ooit gedaan heb. Ik doe dit nooit meer. Echt nooit van mijn leven. Nee, dat is gewoon niet te doen. Ik ben net een fucking groot water over gefietst. En dit is Zuid-Holland. Nou, hoera. Nog één provincie. Geen tijd te verliezen. Kom. Volgens mijn navigatietje zit ik op 413 kilometer. Dat betekent dat ik nog 3 moet. Ik wil gewoon echt naar de kluis. Holy shit! De zon! De zon schijnt! Kom op. Nog 1 kilometer. Dat is bijna op de grens. Kom maar! Oh mijn god. Oh mijn fucking god.
Kom maar. Daar is het. Dit is lekker, jongens. De zon schijnt. Ik kan nog batterij in mijn telefoon zitten. Dit is niet normaal. Dames en heren, 12 provincies binnen 24 uur. En vanaf nu ben ik officieel in de laatste provincie, provincie nummer 12. Motherfucking Zeeland, bitches! Yeah!